Ja, in dit walhalla van boeken heb ik dus dit boek uitgekozen. En dat heb ik uitgekozen omdat het een boek is van een vrouw. En dit is natuurlijk toch een heel veel toch wel mannenboeken of mannengedachten, die eigenlijk ook vrouwengedachten zijn. Maar dat spreekt me toch aan. Colette, die ken ik al vanaf mijn middelbare school. Tot ieders verbijstering ging ik dat in het Frans lezen, tot mijn eigen verbijstering ook. En ik vind het nog steeds een prachtige schrijfster. En dit is een eerste druk, of in ieder geval een druk van heel lang geleden, die Wolfgang blijkbaar heeft gekocht in Parijs in 1930. En ja, ik vind dat gewoon een prachtig boekje, een prachtig geheel. En nou, dat heeft ook te maken met ja, waarom ik me verwant voel met Castrum. En dat heeft te maken met dat man en met dat vrouw. En het opengaan, langzaam het opengaan van de organisatie en het delen naar anderen toe. En ik denk dat dat een belangrijk iets is. Dus ik heb ja, veel hoop op de toekomst, dankzij Colette.